Gisteren, heel lang leven de liefde. De twee vrijgezellen Willem en Jamie dagen elkaar uit met de grotere levensvragen. Vind je mij eerder knap of schattig? Ik denk tot nu toe dat ik eerder knap vind dan schattig. En ik? Knap. Dank je. Maar Willem vindt niet alles aan Jamie even aantrekkelijk. Dan is hij bijvoorbeeld aan het appen en hoor ik zo tik, 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 tik op die telefoon van die nagels. Weet je, dan denk ik... Ik weet het gewoon nog niet zo goed. Roos en Aalt weten het ook nog niet. Maar dat is omdat hun date nog moet beginnen. Lang leven de liefde is vrij. Hoi, hoi. Een hele goede middag. Hallo. Hallo. Hoi, hoi. Hoi. Aalt. Roos. Zenuwachtig. Helemaal zenuwachtig. Ja, ja. Het wordt al iets minder. Ja. Ik heb iets leuks van je meegebracht. Oh, kijk. Zo leuk. Het ziet er heel leuk uit. Alsjeblieft. Dankjewel. Oh, en natuurlijk, wat lekkers is altijd goed. Zo, kijk. Ja, dank. Heel leuk. Ik heb ook voor jou het een en ander. Hou er maar voor. Kijk hoor. Beste date. Leuk dat je ook meedoet. Hoop dat we samen een leuke en gezellige tijd mogen beleven. En wie weet, vloeit hier wat moois uit voort. Ik kijk er in ieder geval naar uit. Liefst Aalt. Leuk. Maar goed, ik had ook een kaartje erbij. Hoi, nu nog onbekende. Maar hopelijk leren we elkaar in ieder geval in 24 uur beter kennen. Ben je ook zo nieuwsgierig naar mij als ik naar jou? Dan zou ik het fantastisch zijn als we het echt matchen. Waar dit alles naartoe gaat, leiden, laten we samen een fijne tijd maken. Ja, toch? Heel liefst, Roos. Ja. Hartstikke leuk. Hallo. Ik ga mijn best doen. Ja. We gaan allebei ons best doen. En zeker dan weten. Komen we denk ik een heel eind, toch? Leuk dat je het zegt, Roos. Want Jamie en Willem zijn ook aan een eind gekomen. Het eind van hun 24 uur. Vanaf de start was er zeker een klik, maar ze hebben ook allebei twijfels uitgesproken naar het thuisfront. Het kan dus nog alle kanten op gaan. Hoe heb je het ervaren de afgelopen 24 uur? Ik heb het positief ervaren. Toen ik binnenkwam was ik heel zenuwachtig. Dat heb je vast wel gemerkt. En jij? Eigenlijk ben ik best wel blij dat ik met jou hier heb gezeten. Ik denk dat je het namelijk veel erger kan treffen. Maar ik heb wel besloten om niet te verlengen. Op papier snap ik echt 100% dat zij dachten van, oh, dat is een match. Yeah. En ik vond je ook een heel super cliché. Maar ik vind je echt een heel gaaf persoon. En ik vind het super vet dat jij je uit zoals jij je uit. Maar voor mij mis ik een stukje aantrekkingskracht, denk ik, die je nodig hebt in een relatie. Ja, ja, ik had ervoor gekozen om wel te verlengen. Om te kijken van, is die klik inderdaad echt alleen vriendschappelijk? Of eventueel wel wat meer? Ook omdat we zoveel overeen kwamen met hoe we dachten en zo. Bepaalde dingen en zo. Dacht ik van, ja, dit zou wel potentie kunnen hebben. Ik hoop dat jij gewoon iemand gaat vinden die jou wil voor wie je bent. En jou kan waarderen voor hoe je in het leven staat. Ik gun het jou ook echt van harte dat je gewoon iemand vindt. Ja. Er is genoeg gebeurd in de afgelopen 24 uur om op een gewoon mooi avontuur terug te kijken. Klopt, we zouden eigenlijk een klein boekje over kunnen schrijven. Een sprookje. Een sprookje. Wat een mooie afsluiter. Een mooie afsluiter, hè? Thanks voor alles. Dank je wel. Jij ook. Succes met de liefde. Ja, dank je. Jij ook. Doei. Ja. Dit sprookje is helemaal nog niet afgelopen, want die eindigen altijd met een happy end. Dus als jij als een blok gevallen bent voor het knappe muiltje van Willem, spring dan op je paard en galoppeer naar ons appartement. Maar niet voordat je jezelf netjes hebt opgegeven. Of misschien doen de tikkende nagels van Jamie je wel denken aan de dansende schoentjes en wil je niets liever dan 24 uur rondjes met hem draaien. Het kan allemaal, want als het aan ons ligt, leeft iedereen lang en gelukkig samen. Wat is jouw eerste... Leuk. Ja? Ja, zeker. Het ziet goed uit en zeker. Ja, dat is voor jou een heel groot pluspunt. Ik weet het allemaal nog niet, hoor. Ik heb echt zoiets van, ik laat het allemaal even bezinken en zo. Of ik me helemaal kan vinden zo qua uiterlijk in de persoon die ik geschreven heb. Zeker. Qua uiterlijk, ik val op hele verschillende types eigenlijk. Ik weet niet hoe dat bij jou... Ik ben wel meer types als jammer. Ja. Ja. Nou, ik heel verschillend. Dus wat dat betreft, daardoor had ik ook zoiets, ja, dan is het best wel ook afwachten wat er gaat komen. Ik heb wel gezegd, zeker. Nou ja, niet iemand die helemaal onder de tattoos zit. Nee.
Ik heb er eentje hier. Dus... En heb je kinderen? Ik heb twee kinderen. Twee kinderen, ja. Oké. Hoe oud? 34 en... Oh, zo. Dat is weer een hele andere leeftijd. Oké. Want hoe oud ben je? Ik ben 55. 55, oké. Ja, schat, jou een stuk jonger. Nou ja, dat is altijd linken. Nou, ik ben 48 jaar, daar is niet een heel gedoe van maken. Mooie leeftijd toch? Jawel, ja. Ja. Hou je van koken? Ik hou wel van koken. Kijk, scoor je punten. De 23-jarige Daphne uit Almere houdt ook van koken en heeft daar haar beroep van gemaakt. Maar zij zoekt juist wel een man die zichzelf lekker heeft volgekleurd. Een stoere vent die volledig voor haar gaat. En die heeft ze op de dating-apps niet gevonden. Waarom ik dacht om mee te doen? Ja, ik denk wel gewoon een heel ander avontuur. Gewoon een keer heel iets anders in plaats van een saaie Tinder en weet ik veel wat. Gewoon in die 24 uur dat je echt kan kijken van vind ik jou echt leuk, ja of nee. En het is echt een blind date natuurlijk. Mijn ideale man is lang, tattoos, hou ik van... gewoon sociaal, gewoon gezellig, leuk. Houdt van feestjes, houdt van gezelligheid. Ja, uiterlijk is wel belangrijk. Ik wil heel graag naar je willen kijken, zeg maar. Gewoon kapotte jeans, sneakers. Ja, dat stoere kledingstijl, denk ik. Wat liefde voor mij betekent, is gewoon dat je een maatje hebt. Dat je er altijd voor elkaar bent. Dat je elkaar de liefde kan geven. Waarom ik denk dat ik een partner verdien... Omdat ik altijd de volle 100% aan iemand geef. En ik nu wel een keer tijd vind dat iemand ook een keer 100% voor mij gaat. Nou, je eerste slimme move is het inschenken van het glaasje, Daphne. Want de 23-jarige Samuel uit Sparendam kan een vrouw die van een drankje houdt wel waarderen. Dus een mooie vrouw aan de bar is dan meteen een goede binnenkomer. Ik gebruik geen openingszinnen. Ik loop er gewoon op af. Ik zeg, hoi, wil jij wat drinken? Ik ben 23, over 2-3 jaar... Misschien toch een keertje gaan we samenwonen met iemand. En dan, ja, huisje, boompje, beestje is natuurlijk wel vanzelfsprekend. Ik wil wel lekker samenwonen, lekker huisje, kinderen. Waar ik naar op zoek ben, is eigenlijk gewoon iemand die mij een beetje tegengas kan geven. Ook wel iemand waar ik een beetje niveau, een beetje goed mee kan sparren, lekker kan praten. Mijn ideale vrouw, krullen, altijd welkom. Vind ik erg leuk. Bril, heel sexy. Qua lengte maakt het niet zoveel uit. Even kleiner dan ik is altijd het leukste. Niet dat ik op mijn teentjes moet gaan staan. Gewoon lekker vlotte babbel. En houd van een drankje, want dat vind ik ook wel lekker. Ik ben van de oude stempel, dus ik kan wel romantisch zijn. Ik wil best wel het een en ander uit de kast halen om iemand een romantische avond te geven. Hallo, hallo, hallo. Hi. Hi. Sam. Daphne. Hi. Leuk. Ja, zeker. Alles goed? Ja, zeker met jou. Ja, best. Oh, een beetje gespannen wel. Nou, dat valt nog wel mee hoor. Maar jij zit aan het wijn. Ja, deed je een beetje die spanning daar halen toch? Ja, gelijk heb je. Ah. Heb je er zin in? Ja, zeker. Jij? Ja, zeker. Mooi, gelukkig maar. Zal ik mijn cadeautjes pakken? Oh. Ik heb meegenomen. Oh, vertel. Een lekker flesje Prosecco. Lekker. En pak je paling. Het verhaal is als volgt. Ik kom eigenlijk uit Spaarndam. Oh, nice. En daar zit een palingrokerij. En vandaar een pakje paling. Ik weet niet of je van vis houdt. Ja, zeker. Ja, paling is echt hartstikke paling. Lekker. Ja, dat klopt. Dat klopt. En daarom, ik denk, het doet gek, joh. Nou, top. Plot van het simpele bloemetje en het flesje wijn. Ja, super, dankjewel. Ik heb in ieder geval dit voor jou meegenomen. Dan lekker biertjes. Biertje. En ik heb deze voor jou. Dat heeft ook weer een achterliggende iets. Mag ik hem uitpakken? Ja, ga je gang maar. Moet het netjes of... Nee joh, het is lekker kapot. Het heeft te maken met iets wat ik altijd gedaan heb, zeg maar. Ik ben voorheen altijd kok geweest. Oké, leuk. En ik denk, nou, koop ik een hulpkoksschort voor je. Hulpkok? Vanavond samen koken en iets lekkers maken en zo. En dan ik maar denken van, oh, shit, hey, ik moet koken. Nee joh, ik kan voor je koken, maar we kunnen het ook zelf doen. Samen. Ik ga je niet alleen laten natuurlijk, hè. En blaas er vanzelf in. Ja. Voel jij je op je gemak bij je dit? Ja. Nou, dat is mooi. Ik heb wel zoiets van, je praat ook wel gewoon vrij makkelijk. Dat spreekt mij wel aan. Oh. Nee. Ja, wel een keer. Zo dan. Ja, het is niet je elke keer afleiden, hè? Ben jij een flirterig persoon of laat je dat liever aan de ander over? Vertel.
Ik laat het meer aan de ander over. Oh, oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Nou. Dus, Wat vind jij het aantrekkelijkste aan je match? Oh, jezus. Oeh. Vertel. Ja, ogen vind ik al ontzettend. Niet zo gaan kijken. Ja. Dan word ik wel verlegen als mensen echt gaan kijken. Dat is mooi. Dat vind ik leuk als ze verlegen worden. Nee, je ogen hebben gewoon pret oogjes. En dat straalt gewoon vrolijkheid uit. En ja. Hoe oud ben je eigenlijk? Oh jee, dit is een gokje. Jij bent 24. Bijna. Oh, 25. 23. Ja. Echt? Ja. Oh, ik ga een stuk. Ben jij 26? Zoiets? 23. Nou. Wanneer ben je jarig? Juni. Ah, ik april. Ben je ouder? Shit, ja. Hè? Jammer, joh. Ja, speelt leeftijd zo'n grote rol? Ja, sommige jongens, als ze boven 25 zijn of zo, zijn ze gewoon veel volwassener en die weten hoe het leven in elkaar zit. In plaats van dat ze nog elke week uitgaan en... Nou, kan je niet klappen, dat doen we niet. Nee, ik wil naar uitgaan, heel eerlijk gezegd. Oh, echt? Af en toe wel leuk. Ga je wel naar festivals of zo, of dat niet? Als je nu nee zegt? Oh my god, oké. Okay. Nee. Maar jij bent wel een festivalganger dan? Maar 8 festivals ben ik al geweest. Nee. Nou, ik eentje, maar ik het ook bij. Oh, echt? Ja, lopen strooien, ja. Ja. Heb je niet af en toe zoiets van, nou, ik vind het wel ontzettend fijn als iemand anders voor je kookt? Mm-hmm. Ja? Ja. Daar scoor je echt punten mee. Nou, hoe sta jij er nou in? Nou, ik heb wel zoiets van, die 24 uur, die gaan we zo en zo wel makkelijk doorkomen. Dat heb ik nu al wel zoiets. Ja, dat weet ik ook wel zeker. Ik ben wel benieuwd wat jij een beetje zoekt, gewoon de soort van relatie. Ik zoek eigenlijk wel iemand dat ik gewoon meer tijd met iemand samen ben dan juist niet, zeg maar. Dus ik weet niet hoe jij daarin staat. Of heb jij zoiets van, nou, zo in het weekend? En... Ik ben liever ook niet latten. Ik ben iemand voor vastigheid. Dus wat voor iemand voel, dan wil ik daar ook wel graag bij zijn. Ja, dan wil je toch juist ook samen veel tijd doorbrengen of zo. De kans dat je bij elkaar kan zijn, die probeer je dan ook te nemen. Ja, inderdaad. Dat vind ik ook echt wel... Kan we elkaar aankruipen, film kijken of gewoon gezelligheid. Warmte, dat is het. Ja. Oké, maar wat gaan we eten? Doen we hamburgertjes van de grill of zo? Ja, gewoon een hamburgertje bouwen. Prima, toch? Dan hebben we cheddar, sla. Ja. Saus hebben we, zag ik. Als het goed is. Ja. Ontbijt jij of niet? Normaal niet. Maar nee, ik ook niet. Oh. Nou, ik kan het beter wel doen trouwens. Ja? Ja, doe maar gewoon. Dat maakt het gezellig. Lekker eitje koken. Ik ben heel chagrijnig in de ochtend, weet je dat alvast. Nou, ik ben dus eigenlijk bijna nooit zo gerijd. Oh, nou. Dus, succes. Top. Oh, als je in de ochtend tegen me gaat praten, word ik echt zo gerijd. Word ik echt boos. Maar je hebt blauwe ogen, toch? Of niet? Ja. Dat heb ik toch wel goed gezien. Ja. Ja. En Daphne hebben in hun eerste uurtje flink wat informatie met elkaar gedeeld. En nemen ook rustig de tijd voor de nodige feedback. Ik had niet meteen zoiets dat je zag dat ik zoiets had van, ja, ik weet niet in hoeverre jij dat hebt. Want ja, dat kan je hebben inderdaad bij een, als iemand voor het eerst ziet. Ja. Maar had jij dat wel of niet? Nou, ik was wel verrast in de goede zin. Oké. Okay. Ja. Dus, ja. Zeker.
Als ervaren chef neemt Daphne vanavond het koken voor haar rekening en heeft ze Samuel aangewezen als hulpkok. Maar zit ze wel te wachten op zijn hulp? Zo, dat gaat goed, zeg. Ja. Maar ben jij iemand die ze nu plat gaat drukken of laat je ze zo? Gewoon zo, toch? Wil je ze plat drukken? Dat is wat jij wil. Jij bent hier onze chef. Oh, ik ben hier nu al zat, hè? Nu al? Je moet nog even. Plat is plat, hè? Plat, hè? Je hoeft er niet doorheen. Niet? Goed. Dat vind je wel lekker, halve hamburgers. Halve? Nee, joh, doe normaal. Koken doe je met liefde en passie. Oh, is dat zo? Ja. Vind je nu al echt super vervelend, hè? Dan weet je dat alvast. Ik zeg, eet smakelijk. Ja, eet smakelijk. Ik vind het wel al pittig. Ja. Mocht ik een keer weer maken voor je, dan minder pittig. Nou, wat heb jij aangegeven? Wat echt je voorkeur heeft? Iemand die een beetje sportief is. Heb ik ook gezegd, ja. Niet iemand die al zoiets heeft van, nou ja, het maakt allemaal niet meer uit. Ik ben wel wat ouder. Nee, dus, dat... Laat me lekker allemaal... Dan wou ik daar de laatste 3 jaar van dat ik er een paar kilo aangekomen ben... En ja, dan merk je gewoon in alles dat dat niet prettig is. Dus die gaan eraf? Die moeten eraf. Bevalt het nog een beetje? Nou, had ik grote hap. Ja hoor, het bevalt me al. Gelukkig. Weet je wat je ervan had verwacht? Of? Aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Dus het is voor mij wel een beetje kijken van... Is het wel? Is dit het niet? Heb ik het gewoon gezellig met je? Voel ik een klik? Jij? Dat is mooi. Ja, je hebt absoluut naar mijn zin. Ja? Ja hoor. 24 uur, misschien wel meer. Niet anders willen doen met iemand anders. Oh, fijn om te horen. Je bent gezellig, je bent leuk. Ik ben blij dat je je mond open doet. En dat we gewoon gezellig een beetje kunnen lachen. Nu zit jij met slapen. Liever 1 om 1. Naast elkaar, want dat boeit me niet. Nee, weet je wat het bij mij altijd is? Ik snurk heel hard. Ik ben wel wat gewend, hoor. Dus ik denk dat het voor de eerste nacht... Denk ik persoonlijk dat 1-1 makkelijker is. Moet jij wel. Dus ik weet niet of jij in bed wil, dan ga ik op de bank ook geen probleem. Nee, ik ga je niet op de bank laten liggen. Ja, weet ik veel. Is wel lullig dat. ik ben heel simpel in. Ga ik toch lekker op de bank? Tussen Roos en Aalt bloeit langzaam iets moois op. Ze hoeven nog lang niet te beslissen of ze gaan verlengen, maar maken wel alvast de tussentijdse balans op. Wat vind je ervan? Nou, wat vind je? Nou, ik. Is mij in ieder geval reuze meegevallen. En ja, in eerste instantie zou ik zeggen dat ik me op mijn gemak voel. Mm-hmm. Dat heb ik al. Mm-hmm. Ja, wel logisch. Mm-hmm. Ik ben positief. Mm-hmm. Ja, ik heb het ook wel, hoor, dat ik zoiets heb van... ik wil het wel inderdaad verder kijken. Even gewoon kijken wat, ja, toch? Wat kan. Ik wou iets anders zeggen, maar ik weet het even niet meer. Ik keek in je ogen en... Nee. Nee. Blauwe ogen. Kan je lens nemen? Nee. Ja, dat kan. Nee. Daphne weet precies wat ze zoekt in een man en vooral ook wat ze zeker niet wil. Dat lijkt slecht nieuws voor Samuel, want tijdens haar vorige appjes had ze meer minpunten dan plusjes te melden. Of krijgt haar zus een heel ander verhaal? Nou ja, weet je wat het is? Ik wilde gewoon... Iemand die sowieso ouder is als ik. Mm-hmm. En hij is 2 maanden jonger als ik. Het is een hartstikke leuke jongen, echt waar. Maar het gewoon, we zijn zo verschillend allebei. Hij houdt niet van festivals. En hij houdt niet van drukte. En hij heeft een knotje. En hij heeft rood haar. En hij is wat steviger dan dat ik had verwacht. Maar ja, op zich dat leeftijd, dat is nou... Ja, dat kan je niet veranderen. Maar feestjes. Je hoeft ook niet per se met je partner naar feestjes te gaan, hè? Nee, dat weet ik, maar ik vind dat wel heel belangrijk. Oei. Maar ja, hij is nu weer boven, dus ik ga je hangen, ja? Doei. Doei, doei. Noem een aantal dingen die je aantrekkelijk vindt aan je partner. Nou, we gaan los. Je lach. Je ogen. Dat vind ik wel leuk. Gewoon ondeugende ogen ook een beetje. Ja, maar in het algemeen val ik op vrouwen als jij. Okay. Ja. Want dat heb jij misschien denk ik dan al meteen meer dan dat ik dat heb misschien qua uiterlijk.
Ja, ik zeg gewoon heel eerlijk. Ik had niet meteen dat die deur open ging zo. Maar nee. Ik heb ook zeker nu al niet zoiets van... Nee, helemaal niet of zo. Nee, het is toch vaak ook een totaalplaatje. Klopt. Ja, oké. Okay. Want laat je ook wel eens een baardje staan? Iemand met een beetje baardje vind ik ook wel aantrekkelijk. Vind ik wel super mannelijk. Dus, okay, ik laat wel eens wat staan, maar niet te lang. Want dan gaat het irriteren en met de hals. Maar had je nu nog een vraag? Nou, we kunnen het er nou wel eens over. Ja, dat kunnen we hebben, zeker. Het mag, het is leuk, maar het moet niet. Ja, ik denk dat ik het ook gewoon wel oké vind, samen in één bed. Ik bedoel, er hoeft niks te gebeuren. Handjes boven de dekens. Handjes boven de dekens. Oké. Nou, slaap lekker, Sanjay. Ja, is jij ook. Tot ziens. Tada. Jeetje, oké. Ik hoop dat je goed kan slapen. Ja. Ja. Ja, ik ook. Wil je nog een nachtkusje? Dat was. Maar je hebt een tattoo aan je rechterarm. Ik weet eigenlijk niet wat voor tattoo. Een naam. Een naam? Geen wekker gezet of zo. Ben je uit jezelf wakker geworden? Ja, mezelf. Echt? Ja. Oh. Ja. Wil je ook? Nou, lekker. En ik maar wacht op mijn eitje. Ik heb gewoon geen ei gedaan. Wat is dit nou? We hebben gewoon ei als ontbijt. Wat is dit nou? Heb je ook nog klaar moeten maken? We zijn helemaal koud. Ik hou eieren maar niet, toch? Je mag ook wel tegen me praten hoor, maar. Ik word er niet heel vrolijk van of zo. Ik reageer vaak ook gewoon niet. Ja, zo maar even kijken of het zo. Dank je wel. Heel smakelijk. Jij ook. Ik heb het naar mijn zin, dus. Ik ook. Hoe heb jij het ervaren? Nou, ik heb het leuk ervaren, absoluut. Ja. Ik heb een leuk persoon tegenover mij zitten die heel spontaan is, heel gezellig. Dus ik heb nog niet echt op de tijd gekeken van nou, is het nou al voorbij of... Maar de vraag is, wat is jouw conclusie? Vertel. Mijn conclusie, ja. Ten eerste, ik heb het hartstikke leuk met je gehad. Ik vind je hartstikke leuk. Je bent een hele gezellige jongen. Ik heb echt met je gelachen. Mm-hmm. Er waren wel een paar dingen dat ik echt dacht van... Een paar dingen als in? Als in, nou, gewoon qua uiterlijk ben je gewoon totaal niet wat ik waar ik naar op zoek ben. Ik heb ook bijvoorbeeld leeftijd gezegd, dat is voor mij ook wel echt een dingetje. Mm-hmm. Ja, dat vooral. En gewoon, ja, wat hebben we nou gemeen? Niet heel lullig bedoeld. We zijn hartstikke leuk samen, hartstikke gezellig, maar... Als vrienden gaan we prima, maar... Ja, het is maar 2 maandjes, maar ik zoek gewoon echt iemand die gewoon een stuk ouder is als ik. Mm-hmm. En niet iemand die 2 maandjes jonger is als ik. Ik heb wel besloten om naar huis te gaan. Oké, duidelijk. Ja, dacht jij hetzelfde erover of had je willen blijven? Nou ja, ik dacht er eigenlijk wel een beetje hetzelfde over. Ik heb niet het idee dat ik je tot je aangetrokken voel, zeg maar. Ja, dat had ik ook echt naar jou. Dan. Ja. Nou, onze koffers maar pakken dan? Ja, koffers pakken. Ja. Ik ga wel een knuffel geven, dankjewel. Dat was leuk. Was gezellig. Fijne terugreis. Ja. Jojo. Laters. Samuel was graag de liefde van zijn leven tegen het lijf gelopen in ons appartement. Maar nu ze hier niet is, gaat hij gewoon vrolijk ergens anders zoeken.
Daphne komt graag nog eens terug voor iemand die wat meer haar type is. Lieve kijkers, ben jij nou een man met donker haar zonder knotje? Hou je van festivals? En ben je een sneakerhead net als ik? Geef je dan op voor mij. Ik vind het echt wel leuk weer om te doen ook hoor. Dat is zeker wel. Oh, sorry. Oh. Wat vind jij echt sexy? Tuurlijk, mooie lingerie is altijd gewoon mooi. Ben je borsten of billen, man? Allebei een beetje. Het moet wel allemaal een beetje in mooie proporties zijn. Dat zit wel goed. Hoe vond je het eigenlijk vannacht, het slapen? Ja, ik merk wel dat jij het iets meer opzoekt dan ik, volgens mij. Mm-hmm. De aanrakingen. Ja, dat klopt. Toch? Ja. Dat wil ik juist nog een beetje verder toch, denk, kijken. Maar ik ben sowieso qua uiterlijk denk iets meer jouw type dan dat jij mijn type bent, denk ik, qua uiterlijk. Nou, dat is gewoon wel iets wat ik zelf nog een beetje wil achterzien te komen in de zin van, ja... Ik heb geduld. Ik vind het ook wel leuk dat je zoiets hebt van, ik wil wel ietsjes afvallen. Dat is werk aan de winkel. Dit is Babs. Zij komt uit het Overijsselse Diepeveen, is 23 jaar en weet precies wie helemaal haar type is. Ze heeft hem namelijk al bij ons gezien. Mauricio wist het hart van zijn eerdere date niet te veroveren, maar dus wel die van deze vrijgezel. Toen ik Mauricio voorbij zag komen, wist ik het zeker. Ik wou me opgeven voor hem. Hi. Hi. Goeiedag. Goedemiddag. Hi, Chiara. Zo. In de aflevering zag ik dat Mauricio heel veel vragen stelde. En dat hij interesse toonde in de ander. En daar hou ik wel van. Ben je altijd rustig in de ochtend of dat niet? Nee, ik ben gewoon rustig de vaatwasser aan het inruimen. En ik ben niet constant te praten. Nee, ja, dat kan. Mm-hmm. Ik ben zelf echt de kletstante, dus ik hou er ook wel van om te praten. Dat Mauricio zoveel sport is ook wat te zien. Want ja, het oog wil ook wat. Ik vond wel leuk dat hij van alles had bedacht om te doen. En dat hij dan 's ochtends die pannenkoekjes had gemaakt. Dat vond ik echt, toen dacht ik echt van ja, dat is echt wat ik ook wil. Daar zou iedereen blij mee zijn. Hij heeft heel veel aan zijn familie. Ik heb ook echt maar 2-3 beste vriendinnen, that's it. De rest is allemaal familie. 1 persoon heb ik maar nodig, snap je? En dat is gewoon mijn vriendin, toekomstige vrouw. Dus ik hoop dat ik voor hem die ene persoon kan zijn. Dat zou toch helemaal geweldig zijn? Want de 24-jarige Mauricio heeft die ene in de tussentijd ook nog niet gevonden. En hoopt natuurlijk dat als hij straks voor de 2e keer die deur open doet, meteen weet dat het goed zit. Morgen heeft Roos moeite met de romantische aard van Aad. Dat is wel toch. Ja, dit is zo. Ogen dicht. Oh, je laat het niet heel ongemakkelijk zijn, hè? Tot morgen.